Aan de Bremer. Dan hebben we 3, Roy de Laat. Nummer 69, Robert Steenbeek. Nummer 13, mede-organisator Fijke Zeldenrust. En de nummer 5, Stefan Stoker. Ook deze mannen die hebben in het verleden diverse wedstrijden gereden, maar door die 50cc Class E-klasse hebben velen de draad weer opgepakt. De Class E-klasse die veel wordt gevraagd momenteel om evenementen bij te wonen. Maar er worden ook diverse evenementen, willen de leiders allemaal niet meer, want ja, dat zijn altijd de jongsten niet natuurlijk. Dus het moet wel leuk blijven en dan gaan we van start. Ja, er staat er even alles onder controle hier. Het is nummer 1, Jan Bijshuizen. Fel op de huid gezeten. Ja, nummer 20, Geert Bremer. En deze Geert, nummer 20 dus, die nu de leiding neemt, die rijdt op een Heja-sax. Zo wil dat wel zijn, de Heja-sax ooit in Heerenveen, die ooit in Heerenveen het levensweg zag, door Henk de Jager, gebouwd en getunerd. We hebben de nummer 69 op de derde plaats. Robert Steenbeek op de derde krijger uit Wiegel. En dan hebben we de nummer 3, Roy de Laat op de Heegoel krijger uit Nieuw-Buinen. De nummer 5, Stefan Stoker op de Van Veen krijger uit Oldenbekoop. En onze Fijke Zeldenrust uit Nikkel, die doet het rustig aan. Hij heeft het vanmorgen ook al terug gehad met het inschrijven hier. De nummer 13, Fijke Zeldenrust op de VHS Grijper. En de VHS is de afkorting van Houten, speciaal. Nog 2 ronden, geeft onze stadmeester aan. En nog steeds Geert Bremer die aan de leiding gaat op de Heja-sax. En nog 1 ronde af te leggen in deze serie. Ja, 5000 maakt er even op een leuke weer die de nummer 69. Wat nog wel even op de huid gezeten. Daar is de strijd dan niet gestreden op die tweede, derde plaats. De nummer 69, Robert Steenbeek. Oh, hij schakelt even mis, die nummer 5. Ja, het is toch de 69 die zijn plaats weer veilig gesteld. Keurig gedaan. Dat gaat lekker vlot in met dit programma, beste mensen. En we gaan er nog gelijk verder.